op de Veste. Waar het koppenlopen is. Schitterend schouwspel. Twee Belgen vooraan. De verwachte Belg, Stijn de Volder. En een outsider. Zelfs minder dan een outsider, Preben van Ecke. Maar wel het bewijs leverend dat hij gegroeid is. Kan hij dit tempo aanhouden? Chavanel die opschuift. Het is ook een kwestie van positioneren. Je moet heel goed aan die muur beginnen. Vooral aan die smallere stroken. Renat? Ja, we zitten op het nieuwe gedeelte van de Veste. Vroeger lag de weg hier 20 meter naar rechts. Nu is die een beetje verschoven. Ze zien zichzelf rijden op het reuzenscherm. Dat is een merkwaardig beeld. En het is Chavanel die nu op kop gaat door die geluidsmuur. En Fletcher gaat. De vier worden gegrepen. Sorry, Naad. Maar hier gaat Fletcher. Fletcher met onmiddellijke reactie van Ivanov. Maar heeft hij dat nog in de benen? Juan Antonio Fletcher. Hier komt zijn moment. Maar 47 seconden. Dat is verdomd veel, hè, Jan Antoon. En hij gaat daar al een klein beetje kleiner moeten schakelen. Tempo wordt nog altijd hoog genoeg gehouden daar vlak achter hem. Dat is in dienst van Pippo Pozzato. Nog veel volk aan de voet van de muur hier bij de achtervolgers. Maar dat hebben we nog geweten. Maar ik heb zo de indruk, José de Kouwer, dat deze mensen net iets te ver weggereden zijn. Ja, ze zijn inderdaad iets te ver weg. De vraag is, wat gaat Bono, wat gaat de Volder hier doen met Chavanel? Gaat hij proberen die mannen daar af te rijden en de Volder alleen vooraan te sturen? Ook Chavanel heeft een hele goede tijdrit in de benen. Fletcher. Hij wordt niet direct gevolgd. Hij wordt niet direct door iemand opgevolgd. Over de maat. Dit is de Volder. De Volder met een demarrage. De Volder op de macht, op de muur. Quinciato met een klein verzetje op naar de Volder. Daar gaat Stijn de Volder met de tanden bloot. Eens even omkijken. Is die tred strak genoeg? Quinciato bijt ook zijn tanden stuk. En dan Chavanel met een groot mes, zeg. De Volder neemt een lengte of 2-3. De Volder met een goede cadans. Mag natuurlijk niet stilvallen. Quinciato kijkt om. Dat is een veegteken. Chavanel lijkt een klein beetje te breken. De Volder moet nu hier die steile bocht ook nog inschatten. Dit is het meest ellendige stuk. Hier ga je helemaal kapot. Dat moet je overwinnen. Kijk, Quinciato helemaal patineren van links naar rechts. De Volder is weg. De Volder is weg. En pakken dan nog maar eens terug. Hè. Hier Quinciato helemaal stilgevallen. En dan kan Chavanel straks nog gaan afstoppen. En Van Ecke was inderdaad niet rijp genoeg om dit tempo al helemaal mee te volgen. Hier gaat de Volder, zoals hij vorig jaar wegreed. Maar dan veel verder. En nu op de muur. Doorgaan, Stijn. Straks meer Beke. Tweede op een volgende keer. Het kan. Het kan. Op naar de kapelmuur. Luister naar de massa. 5 seconden zwijgen. Heerlijk. Hier is nu Quinciato. En die volgt op. 7 seconden. Dan komt Chavanel. Dat wordt een goede zaak. Op 10 seconden. En dan Van Ecke. Krijgen we Van Ecke nog. En dan zien we hier... Gilbert. Bonen, Pozzato, de sterke mannen. Gilbert sterker dan verwacht, sterker dan verwacht. Ja, ja. Ook op karakter, hè. En Pozzato die komt niet eens uit het zadel. En waar zitten die? We gaan klokken. Bonen gaat natuurlijk ook afstoppen. Dat is op een seconde of 35, zeker. Zeker, dit is de passage hier aan het café, het Hemelrijk. En hier gaan wij afklokken. Hier komt Gilbert met Bonen en met Pozzato op 43 seconden. Volder is vertrokken. Volder is vertrokken. Chavanel gaat in het wiel van Quinciato kruipen. Volder is vertrokken. En hou hem dan maar eens tegen. Het is nu een strijd tussen tijdrijders. De Volder tegen Quinciato. Ja, goed wetende dat Chavanel in zijn wiel zit, gaat hij denk ik alleen maar proberen om tot in Meerbeke te rijden en blij zijn dat hem op het podium staat. Zij Stijn de Volder gisteren. Als je nu kunt kiezen tussen de Ronde van Vlaanderen en straks Parijs-Roubaix, dan zei hij dan toch maar liever de Ronde van Vlaanderen. Dat Vlaanderen gevoel, weet je.